Onze kleine kraai zit in de keuken, op het aanrecht, op het randje van de gootsteen, te luisteren naar het geroep van zijn papi en zijn mami. En buiten zitten zijn ouders in de boom. Moeder is er ook bij gekomen. Dit is het mannetje. Die is zo kwaad, die is voortdurend aan het hakken. Ja. Hoi, 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 hoi. Ik kleed me aan, ik ga met hem naar buiten. Nou, we zijn weer terug in de keuken. Er is geen contact geweest met papi en mami kraai. Hij heeft net gegeten. Geweekte hondenbrokken. Hij heeft zich uitgerekt. En dan zit hij in het bakje met zeep in de brandende zon. Vogelcommunicatie. Ik denk dat ik de hondenkooi van Zolder haal. Die is van ijzer. En dat ik in de tuin een ijzerhok ga bouwen. Ik denk dat dat het beste is. Puppy ren. Daar kan die in. En die kan ik van boven afsluiten tegen de katten. Maar ik kan ook het deksel er van boven aflaten, zodat die ouders erbij kunnen. Misschien is dat een oplossing. Dat zullen we eens gaan proberen vandaag. Als karwei.